Wij willen iedereen van harte welkom heten die meekijken via de site van de kerk. In het bijzonder de broers en zussen, zwagers en schoonzussen en verdere familie van onze ouders. En natuurlijk onze vrienden, gemeenteleden en belangstellenden. Het spijt ons erg dat wij genoodzaakt zijn om deze dankdienst in besloten kring te houden in verband met coronamaatregelen. Afgelopen woensdag 21 oktober heeft de Heer toch nog voor ons onverwachts, maar op zijn tijd thuisgehaald, onze lieve vader, opa en overgrootopa. Wij zijn verdrietig dat we hem hier nu moeten missen, maar ook dankbaar voor wat hij voor ons als vader en opa heeft betekend en dat hij nu bij zijn Heer en Heiland mag zijn. 14 december 2017 overleed onze lieve moeder. Dit was voor vader en voor ons een groot gemis. Maar wij geloven dat ze nu weer samen zijn, wachtend op de dag van de opstanding. Vader heeft de laatste periode van zijn leven in Oosloorn gewoond, bijna 3 jaar. We willen daarom in het bijzonder het verplegend personeel van Oosloorn heel hartelijk bedanken voor de liefdevolle verzorging en aandacht die ze aan onze vader hebben gegeven. Ook willen wij dominee Jaap Boerma, de ouderling en diaken hartelijk bedanken voor hun werk. Verder willen wij iedereen bedanken die vader heeft bezocht, een kaartje heeft gestuurd of heeft gebeld. We zijn erg onder de indruk en geraakt door het medeleven dat wij hebben ondervonden gedurende de afgelopen dagen. Het heeft ons goed gedaan. Dank u. Thank you.
weer aanbieden. Onze Vader in de hemel, we verlangen naar U. We hoorden het en zingen in ons hart mee. U zal uitkomst geven. Dat zet de toon in bij deze begrafenis. We danken U voor de liederen die U ons geeft. We danken U dat U ons de woorden geeft die ons aanspreken en ons helpen op moeilijke momenten. Heer, onverwacht zitten we hier als familie bij elkaar en bereiden we ons hier in de kerk of thuis voor op de begrafenis. En een week geleden hadden we dat nog niet kunnen denken. We zijn hier voor de begrafenis van onze vader, onze schoonvader, onze opa, onze vriend, ons gemeentelid. We staan stil bij het leven wat U hem gaf en welke plaats hij in ons leven had. En daarna gaan we hem begraven. En we vragen U, wilt U bij ons zijn? Heer, we zitten hier met verdriet om hem, maar ook om anderen. De dood maakt zoveel kapot in ons leven en kan ook zomaar onverwacht komen. We zijn kwetsbaar als mens en we staan stil bij de tijdelijkheid ervan. En Heer, allereerst willen we U danken voor de man die broeder Lamberink was. We danken U dat we zoveel goede herinneringen aan hem hebben. We danken U voor het werk wat hij deed, voor de zorg die hij had. We danken U dat hij liefde in zijn leven gekend heeft, dat hij trouwde, dat hij kinderen kreeg. We danken U voor ieder van die kinderen. En we danken U voor de liefde die hij had voor zijn gezin en later voor de gezinnen van de kinderen. Heren, we danken U voor ieder van die kinderen, van die kleinkinderen en achterkleinkinderen. We danken U dat hij van hen allen hield. We danken U voor al die keren dat je samen was en samen genoot. En we danken U dat hij voor hen allen klaar stond en veel voor hen over had. Heren, we danken U voor vriendschappen, voor contacten, voor betrokkenheid in de kerk. En Heren, U was er ook bij in tijden van verdriet, in tijden van problemen. U weet wat er allemaal misging in gezondheid. U bent er al die jaren bij geweest, bij alles wat er in de familie gebeurde. En we leggen het bij U neer. We hebben ieder onze eigen gedachten en herinneringen. En wilt U geven dat we op een goede manier zijn leven, onze band met hem, daarop terug kunnen kijken. En nu zijn we bij elkaar voor de begrafenis. Wees bij ons. We zijn hier als familie alleen. We missen het dat niet alle familie en de vrienden en de kennis en de gemeenteleden hier kunnen zijn. Juist bij een begrafenis verlangen we naar contact. Elkaar zien, elkaar aanraken. Heren, zorg voor wie op afstand alleen mee kan kijken. Wilt U geven dat we ook dan iets ervaren van afscheid nemen. En vooral van Uw aanwezigheid. Wees bij ons hier. Zorg voor ieder die hier iets zegt of doet. Help ons daarbij. Wees hier zelf aanwezig en laat merken dat U er bent. Spreek ons aan. En geef dat wat U zegt ons helpt op deze dag. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan weer luisteren. Langzaam ben je van ons weggegleden. Elke dag een beetje meer. Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer. Het is een gemis, een stille pijn. Dat je nooit meer bij ons zult zijn. Onze opa schiep vreugde in het leven. En heeft dat aan ons doorgegeven. Grapjes maken was echt wel opa zijn ding. Vooral de aandacht die hij daarmee van ons ontving. God zag dat jouw weg te moeilijk werd. De bergen hoog en zwaar. Dus sloot hij je vermoeide ogen en fluisterde. Het is goed. Kom nu maar. Zoals mijn zoontje Lars bij zijn afscheid aan jou zei. Het zat in de hemel op, hè. De oma de groen.
Ik ben, is uw eer.
levensloop van onze pa. Pa is geboren in Bergentuin aan de Olifvoort. Het gezin bestond uit 7 kinderen waarvan hij de 4 in de rij was. In de jaren 60 ontmoette hij onze moeder, waar hij op 24 augustus 1962 mee trouwde. Ze kregen 4 prachtige kinderen en natuurlijk klein- en achterkleinkinderen. En wat hij altijd prachtig vond, als die kwamen, want daar was hij heel gek mee. Met zijn werk zat hij jaren in de bouw. Maar toen het met zijn gezondheid wat minder werd, stopte hij daar en kwam hij bij de gemeente te werken, waar hij het onderhoud deed op de begraafplaats. Een stukje ontspanning was de vakantie voor hem. Zo mocht hij graag met de kinderen weggaan en dan gingen ze vaak naar Duitsland op de camping met hun eigen vouwwagen of caravan. Iedereen kon altijd mee, niets was te veel. Later, toen de kinderen niet meer meegingen, zaten ze vaak op de camping in Den Ham. En dan konden de kinderen natuurlijk nog komen, dat was mooi dichtbij. Genieten kon hij van deze dingen. Vader hield van een grapje en van een dolletje. Vader ging, toen ze nog in Bergerheim woonden, elke dag naar zijn groentetuin, vlakbij de begraafplaats, waar hij werkte en waar we hem straks naartoe brengen. Soms had hij hulp nodig en hielpen we hem. Zo had ik afgesproken om hem te helpen de tuin om te spitten. Het was 1 april, daar had vader niet aan gedacht. Ik had een bordje bij de tuin neergezet met 1 april erop. We hadden afgesproken dat het 's morgens vroeg te zijn. Vader was 's morgens al zeer vroeg weg, zei moeder. Ik lag natuurlijk nog lekker te slapen. Hij kwam maar snel terug van de tuin. Moeder vroeg, ben je niet naar de tuin geweest? Vader zei, nee, ik heb een eindje rondgefietst. We hebben er hartelijk om gelachen. Ook Gert-Jan te Brinken nam hem vaak in de maling, waar ze toen naast wonen en veel plezier met hen gehad hebben. Op een keer belde Gert-Jan hem op met de naam Kadaster vanuit de auto. Hij kwam aanrijden tot bij vader zijn huis, waar de weg eruit lag. Hij vroeg aan vader, hey Jan, wat ben je aan het doen? Oh, ik heb Kadaster aan de telefoon en hij vroeg om mij even de weg op te meten. Nou, gaan we snel weer naar binnen toe. Wat hebben ze gelachen toen vader erachter kwam dat Gert-Jan te Brinken het was. Onze vader fietste graag. Hij kwam vaak even langs. Een half uurtje, langer ook niet. 1 kop koffie, even wat nieuwtjes vertellen wat er gebeurd was. Met de kinderen even rapporten. Even rapporten met de kinderen. De kinderen waren weer helemaal uit hun doen, in een positieve zin. En daarna ging hij weer. Je kon aan zijn gezicht zien hoe zijn humeur was. We zijn gelovig opgevoed. Wat de kerkraad en de dominee zei, daar hield je je aan. Dat was de waarheid, daar ging je niet tegen in. Elke zondag 2 keer netjes naar de kerk. Vaste prik, netjes gekleed, geen broek aan. Anders kon je je weer omkleden. Zondagsmorgens gingen wij precies om 9:13 naar de kerk. En 's middags precies 2:13. Onze vader schreef veel op in dagboeken. Zo ook dat onze moeder veel voor hem betekende. Hij schreef in een brief, mijn lieve vrouw was voor mij een grote steun. Veel geven en zelf weinig nemen, een moeder Israëls. Nu het ouderlijke huis er niet meer is, zal het moeilijk worden voor ons om dingen samen te delen. Wij moeten en zullen goed met elkaar om blijven gaan. Dat was de grote wens van onze ouders. We sluiten af met het laatste wat hij voor ons allemaal schreef. Veel hebben jullie voor ons betekend. Net zo goed de aangetrouwden, met name in de tijd van veel ziektes. In de tijd van ziektes stonden jullie veel voor ons klaar. Hartelijk dank hiervoor. Daarom, kinderen en kleinkinderen, blijf steeds op God vertrouwen. Bid veel tot hem en zorg goed voor elkaar. Dit waren de woorden van onze vader en moeder. Dag, pa, rust zacht. God en rechts van mij, zijn. Ja.
We lezen met elkaar uit de Bijbel. De tekst die op de kaart staat is Psalm 23, die lees ik voor. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt me aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt me aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer. Zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. We staan vandaag vooral stil bij dit. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Harry en Ike, Zwanette en Gesines, Bert en Annelies, Gerolien en Gert en jullie als kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. En ieder die meekijkt, andere familie die allemaal thuis zit, die de samenkomst daar meemaakt en alle kennissen en gemeenteleden en vrienden. Een week geleden hadden we nog geen idee dat we hier vandaag zouden zitten. Natuurlijk, jullie vader had allerlei kwalen. Broos en de laatste dagen was het ook even wat minder. Maar dat hij zomaar 's morgens zou overlijden, gewoon in zijn stoel, dat was wel heel onverwacht. Heb je het verkeerd ingeschat? Ja, het ging al zo vaak niet goed. En iedere keer krabbelde hij toch weer op. Onverwacht. En tegelijk, die begrafenis van je vader had al zoveel eerder kunnen zijn. Jullie, je moeder en hij zelf hebben de afgelopen 20 jaar ook wel een beetje ervaren als reservetijd. Ruim 20 jaar geleden had hij het aan zijn hart en bij dat hartinfarct had het ook zomaar afgelopen kunnen zijn. En je bereidde je erop voor, hij zelf ook. Maar jullie kregen hem terug. Blakend van gezondheid werd het niet. Allerlei problemen met zijn gezondheid. En het was ook wel duidelijk dat hij jullie moeder niet zou overleven. En dat moest ook wel. Jullie ouders vulden elkaar prachtig aan. Maar jullie vader leunde wel heel sterk op jullie moeder. En zij zou zich veel beter hebben kunnen redden als zij alleen zou komen te staan. Toch overleefde Jan Lambrink zijn vrouw Ali bijna 3 jaar... Hij miste haar zeer, maar het ging. Ten eerste was het de goede zorg in Oostloorn. En heeft het ook geholpen dat hij dingen begon te vergeten? Dat als hij haar miste,
dat hij dan ook soms dacht dat ze ook zo weer terug zou komen. Hoe dan ook, meer jaren dan gedacht, het leven liep anders. Ook voor jullie als kinderen, als kleinkinderen. Mooi verwoord door Jeroen. Langzaam is hij van je weggegleden. Je hebt eigenlijk al een paar jaar afscheid moeten nemen. Plotseling was het overlijden afgelopen weken, maar afscheid nemen, dat deed je eigenlijk al veel langer. Aan de ene kant heel pijnlijk als je ziet dat je vader zoveel dingen vergeet, dat hij anders wordt. Maar voor hemzelf ook wel een mooi element dat zijn emoties ook wat afvlakte. Ondanks het verlies van zijn geliefde vrouw heeft hij toch nog wel een goede tijd gehad. Er was goede zorg en je kwam er ook wel weer graag. Zo is dat, hè? Je kon dan bij hem ook nog even een tijdje kind zijn. Het is nog niet eens 3 jaar geleden dat jullie moeder overleed. En daarmee is het overlijden van jullie vader en deze begrafenis ook wel aan haar verbonden. Je neemt afscheid van je ouderlijk huis. Bij jullie moeder stond je samen om je vader heen. En dit keer is het anders. De zorg die valt weg. Het middelpunt valt ook weg. Je hebt ook minder te regelen. En misschien kom je dan ook wel meer toe aan zelf terugkijken. Want je kijkt vandaag niet alleen terug op die laatste jaren, maar je neemt ook eigenlijk afscheid van je jeugd, van je tienerjaren, van de tijd dat je verkering kreeg, dat je ouders opa en oma werden. Ze zijn heel je leven zijn je ouders geweest en aan die periode komt nou een einde. Afgelopen donderdag vond ik het een fijn gesprek met jullie als kinderen. Wat praten jullie warm over je ouders en over je schoonouders? Mooie verhalen over de vakanties, over feesten, over de eigenaardigheden van je ouders. IJs, gebak, slagroom. Ook mooi dat je het ook kon om hun fouten te kunnen noemen. Je vaders eigen wijsheid, zijn voorkeur voor orde, voor regelmaat, wat natuurlijk ook wel eens kriebelde. Maar ook dat als jullie terugkijken, dat je zegt, we hebben een gelukkige jeugd gehad, ondanks ziektes en depressies, ondanks zorg en allerlei dingen die het niet altijd even gemakkelijk maakten. Jullie hebben bij je ouders liefde geproefd. Voor jullie, hè, voor jullie kinderen ook. Wat hebben jullie, als ik me even richt tot de kleinkinderen, wat hebben jullie opa en oma veel van jullie kleinkinderen gehouden? En je hebt daarbij ook de liefde voor God gezien. De een, je oma, vooral door te praten. De ander vooral door te doen. En samen de zorg voor allerlei mensen in de gemeente op zich te nemen. Psalm 23 staat boven de kaart. Hoe bijzonder is deze psalm voor jullie vader geworden? 20 jaar geleden, levensgevaarlijk ziek. Iedereen bezorgd, kan zomaar aflopen. En dan droomt Zwanette over Psalm 23 en vertelt zodra ze wakker is dat aan haar moeder en haar moeder weer aan haar vader. Al ga ik door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Dat is jou vast. God is erbij en hij is met je op weg. En het hangt allemaal niet van jezelf af. Jullie vader, niet zo van het praten over geloof, over de band aan de Heer Jezus, over God. Hij schreef het wel op. Als Maarten Luther zeg ik ben gedoopt. God heeft een verbond met mij. En wat er ook gebeurt, hoeveel ik ook verkeerd doe, als ik het vraag, God heeft mijn zonde vergeven. En mocht mijn vader mij opnemen, is voor mij een plaats bereid. Ik word door genade behouden. Toch prachtig, als je zo in zo'n dal van diepe duisternis zit, dat je niet zeker weet of je zult leven of sterven. En ja, dan ga je terugkijken op je leven en dan zie je ook je fouten. Dat je dit dan durft op te schrijven, een mooie boodschap voor je kinderen. En nu, 20 jaar later, zeker ook voor je kleinkinderen. Blijf vertrouwen, verlaat het werk wat God begon niet. Bid veel tot God. Dat is een opa, een man van weinig woorden over deze dingen. Jullie oma was daar beter in. Maar dat is een opa waar je blij mee mag zijn. En vandaag lezen we dan die Psalm 23, die bijzondere betekenis gekregen heeft. We hebben de hele psalm gelezen en het is ook, denk ik, de meest populaire psalm die er is. Veel mensen houden van deze psalm.
Er gaat ook rust van uit. Hè? Het gaat over groene weiden, het gaat over vredig water, het gaat over overvloed aan tafel. Maar klopt dat wel? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Weinige medische dossiers waren zo dik als van broeder Jan Lamberink. Is dat zo? Ontbreekt er dan niks? Er ontbrak behoorlijk wat aan gezondheid. Er staan prachtige dingen in die psalm, maar het gaat ook over een donker dal. En dat vind ik ook wel heel mooi aan de Bijbel. De Bijbel gaat over God die voor ons zorgt en onze toekomst bereidt. Maar het gaat er haast nog veel vaker over dat zo weinig mensen daar wat van merken. Dat als het leven zwaar is, dat je allerlei moeilijke dingen overkomt, dat je soms niet weet waar God is. Dat je niet weet hoe hij is en dat hij ver weg lijkt, vooral als je het moeilijk hebt. Voor zo'n gelegenheid is Psalm 23 gemaakt. De Heer, de God in de hemel, is mijn herder. Het beeld dat iets over de God van deze wereld zegt. Het beeld van de herder en een kudde, iedereen kent denk ik wel een beetje de plaatjes. In Drenthe zie je het soms, hè, zo'n kudde schapen met een herder die voor hen zorgt en er vooruit loopt. De herder en de schapen waar hij dan voor zorgt en van bij elkaar houdt. Mooier is het te denken aan het beeld zoals een Israëliet dat had vroeger. Dat ging zo. Zo'n kudde was aan het eind van de lente. En het jonge gras begint op te raken. Het begint te verdrogen. Het voedsel raakt op. En wat doet dan een herder? Wat doet een goede herder? Hij neemt de kudde mee over de bergen heen. Naar een ander dal waar wel gras is en waar wel water genoeg is. En ja, dat wordt een gevaarlijke tocht. Dat wordt allemaal niet gemakkelijk. Het is heel veel moeite om door die bergen heen te gaan en met al die schapen bij elkaar te houden. Het is wel veilig met de herder, maar het is wel heel zwaar voor die schapen. Al ga ik door een donker dal. Dat is Psalm 23. Niet iedere herder nam de moeite om met die schapen helemaal naar het andere dal te gaan. Want ja, voor zo'n herder is het ook een hele reis en heel veel moeite. Zo'n herder, zo'n slechte herder, die liet de schapen waar ze waren. De schapen moeten dan maar genoegen nemen met verdroogd glas, gras en slechte voeding en weinig water. Alleen de goede herder, die neemt de schapen mee door het donkere dal. De enige manier om straks weer bij eten en rust te komen. Wat bedoelde ze psalm? Het is het beeld van het leven op weg naar sterven. En zo zag jullie vader, broeder Lamberink, het leven ook. Je bent op weg vanaf je doop, het teken van het verbond. Een christen is op weg. En je bent op weg naar het huis van vader, het eind van de psalm. Met God leven naar de dood, naar de hemel, Gods nieuwe aarde, tot in lengte van dagen. Maar eerst ben je nog onderweg. En ja, dat is het leven hier en nu. En je merkt het gras van het leven raakt op. Het leven verliest na verloop van tijd zijn kwaliteit. En je moet een zware tocht door de bergen maken. Je bent wel op weg naar dat rustige land achter de bergen. Die rust is daar, het volmaakte leven. Het is wel makkelijk toe te passen op het leven wat jullie vader gehad heeft. Een tocht door de bergen, werken, leven, moeilijkheden, ziekenhuis, onderzoeken, problemen, controles, zorg om je vrouw, zorg om je kinderen, verdriet om hen, om hun onmacht, om uiteindelijk dingen gaan vergeten. Overzie je een leven, dan zie je de ene kloof naar het andere dal en de ene soms nog dieper dan het ander. Het donkere dal als beeld van sterven en de weg ernaartoe. Van alles meemaken en uiteindelijk sterf je. En door het leven heen belooft de Heer dan dat we geluk en genade zullen bereiken. Ik zal de Heer Jezus ontmoeten, dat is beloofd. Broeder Lamberink kende de Heer Jezus en waarom hij op aarde was. Hij kende hem als de goede herder. Hij die je meeneemt door de bergen, door de dalen. Want hij, de Heer Jezus, is sterker dan alle omstandigheden. Hij is sterker dan al het slechte. En hij neemt ook wat slecht in jouzelf is eruit. Wat is dat een geweldig cadeau. Dingen die wij niet op kunnen lossen. Dingen die je niet ongedaan kunt maken. Relaties die je niet kunt herstellen. Onze God kan dat allemaal wel. En
hij doet dat ook. Aan ieder die gedoopt is, belooft hij het. Want deze God werd mens. Hij leefde hier het leven. De Heer Jezus, die hier geboren werd, ruim 30 jaar hier leefde, van alles meemaakte, wat wij ook meemaken. Uiteindelijk werd hij verraden, gemarteld, gedood. Onderging alles wat zwaar is in het leven van een mens. Hij ging eraan dood en hij stond op uit die dood. Waar wij altijd machteloos of zwak zijn, als het gaat om ziekte, om kwaad, egoïsme, oneerlijkheid, fouten, onrecht, was hij sterker. En hij wil het ook bij ons wegnemen. Ieder die bij de Heer Jezus hoort, waarvan wil hij alle slechtheid en verdriet wegnemen. En daarom vandaag begraven we een christen. Jullie ouders hebben de weg door de bergen afgelegd. En ze wisten dat de herder, de Heer Jezus, in alles bij hen is. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. En daarom het doel is bereikt. Geluk en genade in het huis van de Heer heeft broeder Lambrink bereikt. En geniet ervan tot in lengte van dagen. Hij leeft bij de Heer met zijn geliefde, zonder afscheid, zonder ongelukken, zonder leverziekte, zonder IC, zonder hartfalen, zonder pijn, zonder problemen. En hij kan zich overal op zijn gemak voelen, ook buiten de eigen kring van kinderen en kleinkinderen. Hij is een mooi mens tot in lengte van dagen en er komt geen einde aan. En dat beeld van Psalm 23 kan misschien ons ook vandaag helpen. De herder die met zijn schapen door een donker dal gaat. We leven allemaal in een pijnlijke wereld. En hoe je je best ook doet, er zijn altijd mensen die dingen beter kunnen. Er zijn altijd dingen die je verknoeit, die je niet meer goed kunt maken. We hebben allemaal als mens hulp nodig. En misschien juist als alles vastloopt, en misschien dan kun je naar boven kijken. De Heer is mijn herder. Hij laat ons niet in dat dal waar het gras verdort. Hij brengt ons naar een betere wereld. En hij wil het iedereen geven. Vraag erom en bid erom. Probeer het niet alleen. Zoek hulp bij de Heer, je herder. Het ouderlijk huis van de familie Lambrink is nu weg. Na jullie moeder is ook jullie vader overleden. En wat ze meegegeven hebben, dat is wel blijvend. De liefde van God. Daar hebben ze in geleefd. Dat hebben ze voorgeleefd met al hun fouten en tekorten. Hebben ze het in praktijk gebracht. En daarom ook voor jullie allemaal, val terug. Altijd op wat God zegt. Zo kunnen we allemaal verder. Zij zijn ons voorgegaan. En wie bij dezelfde God hoort, zal hen volgen en terugzien. Laten we weer luisteren.
Zullen wij bidden? Onze Vader in de hemel, we danken u voor uw belofte, dat we welkom zijn bij u en dat we ons thuis kunnen voelen bij u. En daarom kunnen we meer doen dan terugkijken vandaag. We kunnen ook uitzien naar alles wat voor ons ligt, achter de bergen en de dalen van ons leven. U belooft een wereld zonder ziekte, zonder geheugenverlies, zonder aftakeling. U belooft zuivere en goede relaties. U zullen we zien in uw grootheid. Help ons om ons daaraan over te geven. We danken u voor de samenkomst. We danken u voor de gelegenheid dat die we hebben om verdriet te delen en samen te zijn. Maar Heer, eerst de begrafenis en ga met ons mee. Laat merken dat u er bent. En zorg voor de kinderen en kleinkinderen daarna de komende weken en maanden. Help om de tijd te nemen om te rouwen. Geef dat veel goede herinneringen ons blij blijven maken. En Heer, het middelpunt van de familie is weggevallen. Er moeten dingen afgewikkeld worden en geregeld worden. Help erbij. Zorg voor ieder van de gezinnen. Wilt u zelf aanwezig zijn en goede verhoudingen geven in de familie? Wilt u in alles zo voor ons zorgen? En ga nu met ons mee, nu we naar het graf gaan. Geef ons wat we nodig hebben en hoor ons om Christus wil. Amen.
Toen heb ik jou